En als ze straks de finish passeren, hebben ze nog een volledige ronde te gaan. Tom Kooijman kijkt achterom en ziet dat Jeanne d'Arc nu naar voren komt met Niels Jongejans erachter. Hermine Sophie, Lovely Luna Levy nog steeds voor de binnenkant. Maar Marco Swiss die leidt sterk hoor. Tom Kooijman, Marco Swiss heeft een voorsprong voor Jeanne d'Arc. Nummer 5 onregelmatig. Erachter Lovely Luna Levy aan de buitenkant komt de Hermine Sophie iets dichterbij. En ook Love You BR. Marco Swiss heeft de leiding en gaat straks de startvakken weer voorbij. En dan heeft hij nog maar één bocht en een laatste rechte lijn te passeren. Marco Swiss voor Jeanne d'Arc, Lovely Luna Levy, Hermine Sophie. Erachter Love You BR. En heeft hij dan nog een troefkaart in handen om dat laatste stuk te vlammen voor de gele Canaries. Leiding is voor Marco Swiss, Jeanne d'Arc, Lovely Luna Levy, Hermine Sophie en Love You BR. Dat zijn de 5 paarden die gaan strijden om de overwinning. Aanklampt op dit moment Joan Collins, Marco Swiss, Tom Kooijman. We zagen hem net al bij de huldiging. Gaat dit dan zegen nummer 2 worden? Het heeft er alle schijn van. Marco Swiss de leiding. Jeanne d'Arc nog steeds plek 2. Vooral de binnenkant Lovely Luna Levy en Love You BR. Maar geef hem een applaus hoor. Tom Kooijman voor nummer 2 vandaag. Met de 2 Marco Swiss voor paard nummer 7 Jeanne d'Arc. En de 1 Lovely Luna Levy. 2-7-1. En dat is allemaal nog voorlopig. We kunnen zo dadelijk vermoedelijk gaan huldigen de winnaars van de vierde koers. De 4 Jouster Cafésprijs. Marco's Wish, een 4-jarige donkerbruine ruin. Offshore Dream uit Paris B. Dat is een fokproduct van de heer Kloosterman in bezit van stal PD. Bas Krebas, de winnende trainer. Geweldig gereden door Tom Kooijman. We kijken even naar boven voor de winnaar, want er is wel het een en ander aan de hand. Er wordt gekeken naar de voorlopige derde aankomende paard nummer 1, maar vooralsnog niet naar de winnaar. Bloemen namens de vertegenwoordiging van de 4 Jouster Cafés voor Tom Kooijman. Tom, gefeliciteerd, dat is lekker rijden zo, hè? Ja, een mooie nummers en goede paarden en dan wordt het spelletje een stuk makkelijker hier. Ja, je was perfect weg. Ja, ik was nooit te twijfelen aan de paarden met de start, want je rijdt het vak, je draait om, ze huppelen twee keer, je teksten erbij, ze gaan altijd. Dus ja, dat is fijn, zo fijn. Ja. Ja, kijk, je begint natuurlijk een beetje op de deur te kloppen hè, voor een eventueel kampioenschapje. Maar dat wordt natuurlijk lastig als er straks 6 weken vakantie is. Nou, dat wordt geen 6 weken. Ik heb al gereden 3,5 week, dus dat valt mee. Nee, regier, onzin. Maar ik vind dit gewoon heel leuk. En bij ons op stal is Jaap de eerste rijder en Jaap moet gewoon kampioen worden. En daar gaan we alles aan doen, regier. Maar je hebt het lekker naar je zin? Ik heb het top naar mijn zin, je ziet het er wel. Ik geniet overal van. Het is een mooie dag, of niet? Prachtige dag. Tom Kooijman, dames en heren, hij slaat hier genadeloos toe in de 4 Jouster Cafésprijs. Althans, ik kijk nog heel even naar boven voor 100% zekerheid. Maar daar is niemand te vinden. Maar ja, dit paard heeft toch de hele weg aan kop gelegen. Kan niets aan de hand zijn. En het wordt weer een lange ereronde voor Marco Swiss en Tom Kooijman. Die is officieel de winnaar hier in 1-23-2. Voorlopige uitslag daarachter is 7-1-10-9. Maar op dit moment is er nog een onderzoekcomité en dat richt zich tegen de derde aankomende. Ja.